Dag iedereen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ik ben Zelda Player 20, maar dat wisten jullie al. Ik heb hier zo geen zin in. In de vorige aflevering hebben we de weg vrijgemaakt naar de vuurtempel 2.0. En ik ben bang dat we in deze aflevering maar die tempel moeten gaan doen. Ja, ik zou op mijn voorhoofd ook alvast afvegen van, ik heb hier geen zin in. Hier zelfs... Hij heeft er zelfs geen zin in. Hij zit echt te zuchten van... Nee. Oh, dit is verschrikkelijk. Ik ben hier geen fan van. Waarom is dit mijn minst favoriete tempel? Gewoon simpel. Hij is gewoon een en al flame. De puzzels zijn flame. De... opbouw is flame, de monsters zijn flame. Er is bijna geen moeite ingestoken. Dit is echt een van die tempels van... ja, we moeten nou nog een tempel. Wat doen we? Nog een vuurtempel. Serieus! In Ocarina of Time had je zoveel verschillende elementen tempels, weet je wel. En dit is gewoon al de tweede vuurtempel. En dat vind ik een beetje aftreksel, weet je wel. Weet je wel. Oh, ik heb geen zin om daar nog eigenlijk over door te gaan, maar weet je wel. We weten het ondertussen wel dat ik dat te veel zeg. Nou, ik heb geen pijlen meer. Dan gebruik ik wel met een slingshot. Pauw. Hartstikke gezellig. Nee, de grootste reden waarom dat ik een hekel heb aan deze tempel is... nou ja, daar komen we zo wel op. Volgens mij is hier in het begin weinig te onderzoeken. Je hebt hier zeg maar... ja, ik schiet net op dat ding zonder uit te leggen. Zo weinig zin heb ik in deze tempel tot mij nog niet eens interesseert wat ik allemaal wel niet doe. En tot ik het eigenlijk zou moeten uitleggen. Nou, speciaal voor jullie. Dit zijn waterplanten. Stekelig aan de buitenkant raak je ze. Dan komt er een waterdruppel zeg maar uit. En die valt bovenop de lava. Dan krijg je dus zeg maar een plateau. Net zoals in de Windweker. Dus... dan heb je ook nog stromende lava. Op het moment dat je ergens een lavaval ziet, ja, het is geen waterval, dat is een lavaval, dan stroomt zeg maar de lava een bepaalde richting op en daardoor kun je dus, ja, een plateautje laten bewegen. Als er stromende lava is op dat moment, dan stroomt de lava, snap je? Dus. Nee, ik snap het niet! Dat is dan pech. Oh, ik heb pijl en boog nodig, Ik heb alleen maar deze dingen. Ik kan me niet verdedigen. Dit is niet eerlijk. Hier. Ja, het enige wat dat kan is zeg maar die moblins dan verlammen. En ik wou echt dat ik pijn en boog hier had, want... Word jij eens eventjes... Dank je. Hé, je hebt zo'n monsterhoren. Die zou ik af kunnen pakken, maar daar heb ik geen zin in, omdat ik hier helemaal geen zin in heb. Goud. Gouden skull. Handig. Hier, ga er... Oeh, dat is brutaal. Oh, dat is grof. Ik heb die kreng eigenlijk nog nooit in het vuur zo gesmeten. Oh, gemeen ben ik. Nou. Wilde ga je niet op mij gaan inhakken? Dank je. Geef liever pijl of zo. Ik heb pijlen nodig. Ik zit nou wel met mijn slingshot te werken. Ja, eigenlijk had ik dan zo'n quiver kunnen kopen. Maar ik weet niet of we die Goddess Cube al tegen zijn gekomen. Maar er is een Goddess Cube, zeg maar, dat je die quiver tegenkomt. Dus in ieder geval, eerste kistje van het spel. Hartstikke leuk. Small key. Nou vraag ik mij af, kan ik hun allemaal kapot krijgen in één slingshot slot? Nee, iets hoger dan? Volgens mij kun je die niet kapot maken met een slingshot. Toch wel. Pijlen, pijlen. Ik zie pijlen en ik moet pijlen hebben, want ik hou van pijlen. Pijlen zijn mijn alles, pijlen zijn... Oh, ik moet pijlen hebben. Niet verdwijnen. Dank je. Daar ben ik blij om. Nou, als we hier komen, komen we bij mijn grootste ergernis van deze tempel. De Mogma's. Ho, ho, ho. Ah, the exit, at last. Wow. Weet je waar ik... gewoon omdat ik... Ja, wow. Don't scare me like that. I thought you were one of those monster creeps. Oh, hey, what's this? You got yourself a swanky pair of digging mitts, don't you? Well, who are you anyway? What you doing here? I'm on a quest, asshole. Oh, I gotcha. Huh? Me? Oh, yeah. The name's Galt. I'm the big boss of the Mogmas. Don't care. Those digging mitts you got right there, I invented them. Don't care. Ha ha ha.
no offense, pal, but you don't like the kind of guy I send in here on a treasure hunting mission. But what do I know? You might just surprise me. So here's the deal. Word in the tunnels there's a huge treasure hidden in these ruins, but nobody who's ever seen it has come back to tell the tale. Ha 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 ha. Countless treasure hunters have disappeared in here. Poof, gone. As a treasure digger, I gotta warn you. Just around and then the but you're gonna do this matter what I say, don't you? Pretty much. Alright then, I'm going to let you in on an ancient treasure hunting legend passed down by the magmas. Every magmas. Ga gewoon naar die informatie, ouwe baardmans! Jee, hoe zie ik de entrance of the king treasure look for the stoot? Ja, oké, ik zal de goede stem pakken. Jee, hoe zie ik de entrance to the king's treasure look for the two statues that face one another? Show your bravery and jump into the mouth of the sleeping statue. Do this and the path will open before you. Dat is alles wat eigenlijk best wel interessant is voor informatie wat hij je vertelt. Ja, ik haat deze tempel. Zoveel tekst en uitleg. Gewoon van, ga je die kant op? Nou moet ik wel even iets vertellen. Er gaat er een legende rond. Weet je wel, dat je in een... Je hebt dadelijk twee standbeelden, die kijken naar elkaar. En eentje die heeft zijn ogen dicht, eentje heeft zijn ogen open. Springen diegene die slaapt, terwijl zijn ogen dicht heeft. Dat is alles wat je hoeft te weten. Succes! Is genoeg! Ik hoef niet te weten wie hij is, waarom dat hij daar is. En tot hij de baas van alle mogma's is. En tot hij melk vies vindt. En tot hij s'avonds een broodje bruine bronen eet of zo. Ik veel. Het maakt me geen ene sodemieter uit, al die informatie. Oh, het slaat nergens op. In ieder geval, hier hebben we dus zeg maar de Dark Keys, waar ik al een tijdje over wil praten. Dark Keys hebben dus zeg maar... die kunnen dus zeg maar ook Evil Orbs droppen. En dat... Nou, dankjewel. Daar hebben we de uitleg. Dat wou ik jullie dus heel even meegeven. Oké, loopt hier iedereen serieus met zo'n soort monsterhoren rond? Blijkbaar wel. Ja, ik heb ze eigenlijk niet nodig, dus waarom pak ik ze nog in godsnaam op? Ga weg. Dankjewel. Nou. Door naar de tempel. Tempel. Even kijken, zit hier iets boeiends? Ja, daar moeten we naartoe. Hierboven zit, ja, als je hier naar boven toe gaat, dan heb je dus zeg maar een kistje en daar zit weer in 20 rubies, omdat dat in al die freaking kutkistjes zit. Al die kleine kistjes in die tempels, die hebben hier allemaal hetzelfde. Lui. Ja, ik kraak het nou af als een ziekte. Sorry hoor, maar ik vind dat lui. Laten we eerlijk wezen, het spel is vet, maar dit is gewoon één van de slechtste dingen in dit spel. Hier kunnen we nog niks, omdat we hier helemaal niks te vinden hebben. Of ja, hier kunnen we niks, omdat daar dat hek gewoon dicht zit en daar kunnen we niet doorheen lopen. Laten we het daarop houden. En hier hebben we dus zeg maar een soort van midbos, waar we nou nog niks mee kunnen. In de lava zit een of ander monster, zeg maar, dat vorm aan kan nemen door lava te besturen of zo, weet ik veel. Het is de vuurmeester van Avatar, laten we het daarop houden. En op het moment dat je dus op zo'n plateautje staat zoals ik net deed, dan wordt het zeg maar, dan douwt hij dat plateautje, douwt hij dan de lucht in. En daardoor heb je dus geen last van het beest en kun je dus zeg maar op hogere gebieden komen. Zolang dat het nodig zou zijn, want we komen hier nog terug. Echt hè? Die pak ik af van jou en dan sla ik je. Fijn. Echt, iedereen die heeft er gewoon hier eentje. Waarom? Serieus, waarom zijn er zoveel van die monsterhorens? Zoals ik al zei, je kunt ze het beste farmen op het schip. Dus waarom zou je ze hier dan nog zoveel neergooien? Nou, in ieder geval, hier heb je nog zo'n etterzak. Hier heb je nog zo'n... Echt, ik heb zo'n hekel aan deze tempel dat ik nog niet eens meer fatsoenlijk kan mikken. Zo erg is het. Zo. Ja, die wil je dus zo snel mogelijk neerschieten. Want voordat je dus... als je dus hier overheen klimt en die beesten die leven nog... Dan schieten ze je neer, val je naar beneden toe, zoals ik nu doe. Oh. Ik ben zo terug. Auw! Deze tempel mag mij niet en ik mag deze tempel ook niet. Stomme stinktempel. Mij een beetje om laten lopen om niks. Nou, gelukkig hebben we hier hartjes, want ik krijg weer in één keer schade. Deze route willen we heel eventjes onthouden, daar kunnen we nou nog even niks mee, dus... Even gewoon onthouden dat hij daar zit. Heel erg belangrijk. Nou ja, niet zo belangrijk, maar... It's a secret to everybody wat daar zit, dus... Oké, nou hier hebben we dus een van de meest irritante beesten in het spel. De lizard, maar dan in het paars. De lizard in het paars is identiek aan de lizard, zeg maar, die we al tegen zijn gekomen. Het enige verschil is dat hij meer klappen nodig heeft dat hij eindelijk het loodje legt. En
In plaats van vuur spuugt die giftige rook waardoor dat je even verlamd raakt. Net zoals dat je die andere dinges had. Hun laat ook een lizardtail vallen. Het is een paarse, maar hij telt het als een gewone lizardtail. Dus echt veel verandering zit er niet in. En daar wil ik nou ook eventjes over gaan klagen. Ik merk daarbij heel veel spellen. Echt, Legend of Zelda is niet het enige die dat doet. Echt, er zijn heel veel spellen die dat doen. Zoals Paper Mario, Final Fantasy. Beaten Kytles. Ja, dat is een ander spel op de GameCube. Niet zo bekend natuurlijk, maar... als ze dan sterkere vijanden willen maken, dan veranderen ze de kleur van de vijand. En dat is dan in één keer een hele nieuwe vijand. En dan vind ik lui. Dat vind ik super lui. Sorry dat ik het zeg, maar daar ben ik echt geen liefhebber van. En kijk, deze beesten die zijn dan niet sterker, weet je wel. Deze beesten, weet je wel, gaan we weer. Deze beesten die zijn dan niet sterker, net zoals moblins, weet je wel. Net zoals moblins. Die hebben ook allemaal wel verschillende kleuren. Net zoals blauwe moblins en groene moblins en rode moblins. Maar daar valt het op zich wel mee, eerlijk gezegd, met de moblins gebeuren. En als ik dan ga kijken naar de andere beesten, net zoals die lizard. Die lizards die kom je maar 3 in het hele spel als ik me niet vergis tegen. Of kom ze nog ergens anders misschien net een keer tegen. Dus, ja, daar. Jij raakt mij toch niet. Dan ben je te dom voor. Dat je een domme bakvis bent. Dus. In ieder geval, je wil hier met je Beedle wil je heel eventjes een bommetje hier oppikken. Omdat wij willen hier de lava laten stromen. En hier zit dus zeg maar een steen die blokkeert de lavastroom. Oftewel de lavaval. Klinkt helemaal niet, hè? Lavaval. Maar op het moment dat je daar dus een bom tegenaan vliegt. Dan begint de lava te stromen. Waardoor dat we dus zeg maar verder in het spel kunnen komen. En... nou, eventjes die vis. By the way, you've got something on your lip. Serieus. Het lijkt wel die kale van Dungeons and Dragons, weet je wel. You have the power to control dragons. Oh, die kale, weet je wel. Oh, verschrikkelijk, die vent. Echt, elke keer als hij in beeld is, weet je wel, dan zit er gewoon naar die blauwe tandpasta van hem te kijken. Dat hij een lippen heeft. Met wel een soort blauwe lippenstift, dan zit je echt zo van... dude, je weet dat je iets op je... weet je wel... Oké, het is grappig, maar aan de andere kant best wel best wel creepy. Wel, ga je nou proberen zwemles te nemen in lava? That stuff looks hot! I wouldn't mind a little hot bed for my shoulders, but this is too much! What have you got here? Another new guard? You can't break me with interrogation, son. You'll never make me talk. I'm not gonna sideshow for you to walk at. Get lost now. Shoo, shoo. Weet je, ik heb zin om die ketting door te knippen. Even uitleg natuurlijk. Deze dingen hier, dat zijn zeg maar een soort van gesmolten lavastenen, zeg maar. Een spat lava of zo. Die kun je afkoelen met je blazer, met je bladblazer. En op het moment dat je dat doet, verdwijnen ze helemaal. En soms zitten er wel handige dingen in. Ik wil die ketting doorrammen. Ik wil die 30... kan natuurlijk niet. Oh. Waarom mag je nou nooit in zulke spellen de slechterik zijn? Vind ik zo vervelend. Je moet altijd de goede Rick zijn. En mijn naam is nog niet eens Rick. Oh. Waarom dat ik nou stil ben? Omdat ik mijn eigen verveel. Serieus, stenen afkoelen. Origineel hoor. En dan zitten jullie je natuurlijk allemaal af te vragen, waarom heb je dan die green stamina potion bij? Komen we later op. We hebben hier in ieder geval een small key, waardoor dat we gelukkig die gozer eventjes links kunnen laten liggen. En dus eventjes naar die deur toe kennen die op slot was. Goh, meen je dat nou? Ja, dat meen ik. Oh, ik haat deze tempel. Ik ben echt, ja... gewoon de hele tijd die onderbrekingen met die mogma's die dan beginnen te zeuren over weet ik van alles. Oh, zwaar irritant. Nou, hier hebben we dus een nieuwe gimmick met die plantjes. Die plantjes die kun je dus zeg maar aan je zwaard vastzetten door een steken mee te doen. En heb je dus zeg maar zo'n plantje bij je als huisdier. Nee, zo kun je dus zeg maar zelf het water mee meenemen. En dat heb je dus zeg maar nodig om... hier water aan die kikker te geven, doordat die muur van vuur weggaat. Ah, muur van vuur, dat ruimt! Ah, hou je kop.
Oh, nou, in ieder geval hier hebben we dus nog twee kistjes. Want ja, daar beneden lag net ook een kistje. Dit is een random treasure. Laat me raden. Monsteroren. Evil Crystal. Net zo zinloos, omdat die namelijk ook voorkomt in deze tempel. Oh, en natuurlijk irritante beestjes. Ja, ik weet niet, maar af en toe vinden jullie dat wel leuk, weet je wel. Ik word gek van mezelf. Weet je wel. Nee, maar af en toe is dat wel leuk, zo'n rage-aflevering. 20 rubies. Gewoon zo'n aflevering van, ik heb hier geen zin in. Ik wil dit niet. Zoals ik al net probeerde uit te leggen, weet je wel. Zoals ik net al probeerde uit te leggen. Punt, punt, punt. In elk spel, ook al is het een lievelingsspel, ook al is het een spel waar je gewoon graag speelt, zit altijd wel zo'n puntje in dat je zoiets hebt van, ja, dat er een zwak puntje in zit, weet je, dat... Ja, dat je geen zin meer hebt om te spelen. Dat je, dan ben je in een spel aan het spelen en dan heb je echt zoiets van, ja, leuk... Ik hou van dit spel, ik vind dit spel gaaf, maar dan kom je net op dat punt en dat is dan zo'n saai punt waar je echt zoiets hebt van, goh, moest dit nou? Of een punt van waar je geen zin meer hebt om te spelen. En dan zet je ook het spel af en dan speel je het ook bijna niet meer, omdat je dan per se door dat punt heen moet spelen. En ik weet niet, hebben jullie ook van dat soort punten, weet je wel, gewoon van een spel dat je dan op een bepaald punt zit dat je geen zin meer hebt om te spelen? Nou, ik heb dat dus zeg maar hier bij Skyward Sword, heb ik dat hier. Dus hebben jullie ook zo'n punt? Laat het even achter in de reacties. Ik ben wel benieuwd naar hoe anderen zeg maar daartegen op kijken bij sommige spellen. Bijvoorbeeld Mario 3 vind je Waterland kloten. Mario Galaxy vinden de in wereld 4 een level kloten dat je daar niet doorheen wil lopen of zo. Weet je wel? Laat het weten. Vind ik wel leuk om van jullie te weten. Dus, maar goed, in ieder geval. Hier hebben we dus die... begin ik nou weer met in ieder geval. Nou ja... Hier hebben we dus weer van die lava handjes, de vuurmeester. Die moeten we hier dus gaan verslaan. Hoe doe je dat? Heel simpel, je neemt een druppeltje water mee. Je wordt een keer geraakt door die beesten. Nee, je gooit een druppeltje water op hem. Daardoor versteent hij, zeg maar. en krijgt hij vaste vorm. En door die vaste vorm kun je dus hem ja, kapot breken. En dat maakt ze dood. Ik heb het ook niet verzonnen hoor. Rare vijanden. Maar goed. Dan moeten we hier dus twee keer doen. Laten we maar even boven water komen. Boven lava komen. Oh, hoeveel lava grappen kunnen we nog hierin gooien? Serieus, ik stop je in een fles en ik maak er een lavalamp van. Nou, op het moment dat je die monsters dus uit de lava hebt verslagen... Dan zinkt de lava op een of andere vage manier. En maak je dus zeg maar een nieuwe weg open. Geweldig. Hey! I was watching you, pal. You really sucked it in those lava tingers. Amazing stuff. And if you don't mind doing one more thing while you're at it. How about you get me the freaking down from here? Hij wordt gewoon kwaad op mij, zeg. Zie je dat? Nou ja, sowieso. Misschien heeft hij daar al te lang gehangen of zo. Weet ik veel. Kan mij verrekken. Het boeit me niet. Nou, even de hartjes weer vullen. Nou, hier heb je natuurlijk de schakelaar waar we niet bij konden in verband met de lava. Ja, kijk maar eens goed. Oh yeah! I'm saved! I don't want to know who... I don't know who you are or where you come from, but I owe you big time. Here you are looking at... are you the... Sorry. I am here looking for treasure too. You were totally caught up in that too, pal. I can see it on your face. You're here because of the legend of the sleeping statue, right? But those are some busted old digging mitts. You can't go using them for treasure hunting. I got it. As thanks, I'm going to give you a replacement pair for my secret stash. Don't you go nowhere. Okay, nou, we wachten wel. Nou, hij graaft zomaar uit niks ergens in een kist tevoorschijn, die ook nog eens bedolven was door de lava. All yours. There have been buried treasure here. Heel erg spannend. Dus hou je bek. Hou je bek. Hou je kop. Ben geïrriteerd. Pas op, ik heb een zwaard. Ik kan hem gebruiken. Nou, in ieder geval, hier komen we... Gaan we weer met de in ieder geval. Hier komen we dus de treasure...
ja, de dungeon item tegen. De Mogma Mits. Nou, met de Mogma Mits, zoals ik al in de vorige aflevering had gezegd, kunnen we graven onder de grond. Nou, en dit is waarom dat je je stamina meter dus, of je stamina potion bij je wou hebben. Ik ga hem niet in het begin gebruiken. Waarschijnlijk wordt hij pas gebruikt in de volgende aflevering. Maar het vervelende is, net zoals dat je zeg maar door die tunnels heen graafde eerst, graaf je nou zeg maar onder de grond op kruipniveau. En dat kruipen, dat gaat nogal langzaam. Hey Phil, hou eens misdringen, bla 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 bla. Ja, als ik... Oh, dat wou ik nog uitleggen. Spoil niet alles voor me, dank je. Nou, op het moment dat je dus aan het graven, of als je aan het kruipen bent, nou kruipen de controls, die ken je ondertussen wel als je door zo'n kleine grot heen gaat. Als je het A drukt, weet je wel, dan kruip je iets sneller. Dat geeft een beetje snelheid en ja, die stamina meter gaat er behoorlijk snel van los. Daar hebben we een stenen muur, want je kunt je Dragon Mits gebruiken door zeg maar een beetje te zwaaien of een sweep te geven met je Wiimote. En dit zijn van die zachte stukken steen, zeg maar, waar je dus gewoon doorheen kan slaan met je mits. Dus dat zijn eigenlijk de controls die je hebt als je onder de grond bent. Verder kun je nog op de Z-knop drukken en als je op de Z-knop drukt, dan kun je dus zeg maar kijken wat er allemaal boven je ligt. Zeker wel een handig iets, maar... Oh, zwaar irritant. Ik ben er geen liefhebber van. Echt niet. Echt niet. Echt niet. Zeker weten. Zeker weten. Nooit niet. Nooit niet. Nee, 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 nee. Want je hebt namelijk heel veel vervelende puzzels die niet boeiend zijn, niet interessant zijn, maar gewoon een complete verspilling van tijd. Je hebt hier namelijk een hek zitten en dat hek is dicht. Raad eens waar de schakelaar zit. Yup. Ondergrond. En dan moet je helemaal omgaan. Oh, ik haat deze tempel. Moet je helemaal omlopen om eventjes zo'n schakelaartje om te zetten. Zodat je verder kan. Zodat je leert hoe dat je moet graven. Normaal gesproken ben ik een grote fan van de nieuwe items van The Legend of Zelda. En ik moet zeggen dat je zeg maar sommige dingen kon graven om daar hartjes of rubies te vinden. Vond ik heel erg leuk verzonnen. Dit daarentegen zet ik heel erg hoog op mijn minst favoriete item lijst. Want deze items zijn gewoon zwaar vervelend. Nou, jij bent lelijk. Voordat we hier verder gaan, is er eigenlijk een secret die ik jullie eerst wil laten zien. Ornament Skull! Ik heb er geen flikker meer aan, dankjewel. Deze tempel die lacht me gewoon uit, weet je wel. Je hebt er de hele tijd aan lopen te zeuren. Nou heb je ze niet meer nodig. Nou geven we je ze. Stinktempel. Nou, hier kunnen we dus even weer een snelweg creëren. Tot we dus snel terugkomen waar dat we geweest waren. Dat hek wat ik jullie heb laten zien. Waar we dus zeg maar niet naartoe konden. Tot we die even moesten onthouden, maar nog niks mee konden. Nou, deze hier. Als je de nieuwe mits hebt, kom je hieruit. En als ik me niet vergis... Nee, niet een po... Wat het spel! Level. Ik haat het spel niet, ik haat dit level. Je wilde zeg maar... Ik die keer de verkeerde kant op. Spel. Oh, hier word je toch echt helemaal agressief van. En het ergste is ook nog dat ik dit al opgenomen had, maar dat de opname gewoon gefaald was. Ik haat dit zo. Maar goed, als je de deur hebt opengemaakt, kun je hier naar beneden toe lopen. Als je hier beneden komt, kom er bij die waterplantjes uit. Druk je deze schakelaar in, gaat dat hekje open. Neem je zo'n waterplantje mee. Neem je zo'n waterplantje mee. Neem je zo'n waterplantje mee. Ga je hier naartoe. Loop hier over de lava muur heen, omdat hier ook nog zo'n afgekeurde lava hand zit. Die gooi je dan tegen hem aan. Hak dat handje kapot. Hak dat handje kapot. Lava zakt weer naar beneden toe. En we zien dat er een kamer open gaat waar we eerst nog niet naartoe konden. Oh, wat leuk. En als we hier naartoe gaan, komen we bij een van de geheime kistjes die deze tempel die verborgen heeft. Op zich best wel leuk dat ze een verborgen kistje neer hebben gezet waar een nuttig item in zit. Een empty bottle.
Want zoals we bij elke Zelda weten, er zit overal 4 empty bottles. Waarom 4? Ik zou het niet weten. Of het zijn er 5 en ik heb er toevallig al ergens nog eentje liggen. Ik zou het niet weten, maar bij wijze van spreken. Dus. Nou, dan gaan we weer terug naar de plek waar we geweest waren. Hoe doen we dat nou dat deze... tot we dus zeg maar geen boost meer naar boven kunnen krijgen. Nou, heel erg simpel. Dat hekje is nou open. Dus dan loop je dus weer terug langs die plantjes. Weer naar boven toe. En zo komen we weer uit bij de plek waar we waren. Heel erg makkelijk. Het voordeel is, dit is heel erg makkelijk voor mij te bewerken. Waardoor ik dus eigenlijk geen moeite hoef te doen om te bewerken. Want dit is dadelijk gewoon een half uur geouwe hoer over een stomme tempel. Die stinkt. Ja, dadelijk als ik aan het bewerken ben. Ik lach maar eigenlijk weer kapot over dit stuk hoor. Gewoon de audiocommentaar die er wel niet uitkomt. Vinden ze leuk. Nou, we zagen hier weer van die stinkgranalen. Ja hoor. Stinkgranaal 1.0, 1.1, stinkgranaal 2.2. Ik kan mij het verrekken hoe dat ze heten. Dus. Nou. We naar de overkant hoekshotten, want ze waren daar lui maar voor te zorgen dat je gewoon fatsoenlijk daar naartoe kon lopen. Nee, ze moeten er weer voor zorgen dat je weer extra moeite moet doen. Daar staat ook nog zo'n stinksnol. Die is al zo lang niet meer in bad geweest dat hij er gewoon groen van ziet. Geweldig. Oh, wat een humor. Mijn kleding was al groen in het begin. Nou. En dan komen we weer bij de volgende mogma. Hoera. Oh ja, yeah, you come all the way around the temple. I don't know who you are, where you're from, but I need your help. Get me off this chain. I'm not asking you to do it for nothing though. Send me free now to all your bigs and gigantic secrets out of this room. It's a secret to have my treasure, okay? Oh. Moet echt elke treasure chest zo'n mafcase bevatten. Ik word hier niet vrolijk van. En om het nog erger te maken, is dit nou juist zo'n stukje dat we dus zo'n stomme graafpuzzel op moeten lossen. De graafpuzzel is op zich heel erg makkelijk, maar het is gewoon langdradig en vervelend. En nee, hier wil je je stamina potion ook niet voor gebruiken. Je hebt die 2 schakelaars die je om moet zetten. Omdat je de 2 deuren hier moet verplaatsen. Nou, je begint met deze. En op het moment dat je het doet... Ja, dat is heel vervelend gemaakt hoor. Als ik me niet vergis, doe ik het nou wel in één keer goed, want... De vorige keer heb ik hier een klein foutje gemaakt. Eens even kijken. En toen had ik mijn pronkelijk opgesloten namelijk dus. Kijk, dat bedoel ik dus met die stamina meter, weet je wel. Van, ja, je wil eigenlijk zo snel mogelijk hier doorheen gaan. En omdat het snel kruipen zoveel tijd in beslag neemt. Daarom heb je dus zeg maar die stamina potion bij je. Nou, deze die zit nou dicht, want we hebben ze allebei geraakt. Dus kunnen we hier doorheen lopen. Komen we hier uit. Steken dat ding neer. Ik haat die puzzel zo erg. Ik haat deze tempel. Ik haat er alles aan. Geweldig. Laat maar raden. Aan de andere kant zit de schakelaar. Ja, zal ik jullie iets vertellen? De secret room waar hij de hele tijd over heeft. Ik weet al waar dat hij zit. Dus eigenlijk hoef ik hem nog niet eens te bevrijden. Maar goed, laten we het nou maar doen. Oh yeah, that sweet, sweet free for a freedom, hoes. En de, hehe, thanks for taking the trouble to free me, sucker. Hé, nou moet ik jou op je woorden gaan passen. Ik ben al pissig genoeg op deze tempel en dan ga je hem ook nog eens een keer uitschelden. You really think I would divulge my super secret information about treasure? My mama didn't raise no patsy. I spent too long finding that info. Oh? Those clubs are from my brother's secret collection. Are you friends with my brother or something? Oh, I helped him. Wait, wait, wait. There's something I want to give you. I'll just get it. Wait here. Oh, en nou omdat ik je broer geholpen heb, ben je nou in één keer een vriendelijke mogma? Here, take this. This secret super information I put together. Took the real sweat and work too. I had to survive this 100 times to figure out. You ready for this? Don't go waiting for it. Tell you, right here is... Hidden room. So we return, please don't tell anyone what's captured. That will be okay. That will be our little secret, okay? Oké, is een secret nou opdonderen alsjeblieft. Zo, dan toch op. Ja, ik open. Maar ik maak de kist wel open en jij dondert nu op. Jij dondert nu op. Oh, dag. Oh. Hey, we meet again. Sorry, I kind of happened to overhear the conversation. It seemed my young guys were giving you a hard time. Sorry about that. But the stuff was saying all true. There is a breeze coming from here in the room. I can't... Spannend.
En als we dus deze kist openmaken, weten we dus al tot er toiletpapier in zit. Want we hebben het over een secret room en dan kun je daar zien, want hij heeft hij in elkaar gezet. Yada yada yada, bla bla bla, jekkedy smekkedy. Leuk. Nou, hebben we eindelijk dus de kaart en hier beginnen ze dus over een fake wall. Nou, het ergste vind ik van dit is in de tweede tempel, oftewel vuurtempel 1.0, daar moesten we ook een muur opblazen zonder dat we wisten dat, dat je daar een muur op moest blazen. En trouwens, dit ziet eruit als een schatkistje, vind je ook niet? Dus. Nee, maar dat werd ook al. Dat werd helemaal niet uitgelegd dat je de muur op moet blazen. En hier beginnen ze in één keer. Hé, je moet de muur op blazen. Stel dat je. Echt, ik word hier zo moe van. Ik maak je helemaal kapot. Oh. Jongens, ik heb even een moment rust nodig. Ik ga morgen wel verder in de volgende aflevering van Let's Play Legends of Zelda Skyward Sword. Ik word hier zo pissig over. Ik haat deze tempel. Oh, bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei.